Kom maar binnen, welke komen? Wij gaan eerst een fris badje nemen. Kom. Hier hebben we een veilige badkamer, zoals je kan zien. En ook de vloer is hier een beetje anders dan in de rest van het gebouw. Dan hebben we daar de douche in de hoek, afstelbaar op met een zitje. Hier heb je twee bergkasten, dat is de verwarming. Een plaatverwarming. En hier staat uw wasmachine droogkast in. Kijk, en hier hebt u een apothekerskast waar al uw gerief kan instaan. En hier is nog een kastje, dat is eigenlijk uw wasmand. Dit is een wc. Kijk, een randloze doorspoeling over de hele lengte om dus geen bacteriën te hebben. Dit is een bed zoals een ziekenhuisbed. Dus het kan op hoogte gezet worden, het kan laag gezet worden, het staat op wielen. En hier is het een tovermodule, zal ik bijna zeggen. Uw zorgverlener moet dus bij u slapen of uw kleinkind komt op bezoek. Dat is opgemaakt, alles erop. Dus kijk, dat gaat er gewoon weer in. En alles blijft op uw bureau staan. Het leuke van dit gedeelte is, kijk, hier is een klemmetje. En dit is een tafel die ook nog draait. Dus als u iemand ontvangt, om uw aperitiefje of met kaartje leggen. Dus u kan dat volledig horizontaal zetten. En als u het niet meer nodig hebt, dan draait u het dat het weer hier netjes op staat. Dus hier met dit scherm, als u bijvoorbeeld aanbelt. Ja, zij gaat aanbellen. U bent hier in de woonkamer. Dan ga je zien wie aan uw voordeur staat. Ja, ja, kijk maar eens goed wat er allemaal te zien is hier. Dat is een kleine vaatwasser die je eigenlijk dagelijks kan gebruiken. De hoogte ook van het aanrecht kan je weer met je rolstoel onder. Er is ook een inductiekookplaat vooraan, dus dat u daar gemakkelijk kunt aan, niet zo diep. Eén onderhoudsmiddel voor heel het gebouw.